Ik weet helemaal niet waar de turbo zit, eerlijk gezegd. Ja. De Ferrari California T. Het is toch wel iets aparts om een Ferrari te mogen rijden. En in dit geval hebben we 4 dagen tot onze beschikking. De nieuwe versie met de 3,8 liter V8 turbomotor erin. Goed voor 560 pk. Een topsnelheid van bijna 320 km per uur. En heel bijzonder, dankzij de turbo hebben we een koppel van 775 Nm. Om dat uit te gaan proberen, gaan we de komende dagen de Belgische Ardennen bezoeken. En geef ik natuurlijk graag mijn mening binnenkort op 21 augustus om precies te zijn. Op de site advocatie.nl, personal branding. En ik neem jullie graag alvast even mee naar de California. Laten we beginnen met eens te kijken wat zich onder de motorkap afspeelt. Want uiteindelijk zit daar vooral de meeste pret. Dus we maken hem even open. En hier hebben we hem dan. Het hart van de machine. Zoals gezegd, een 3,8 liter V8 met turbo. Het is voor het eerst dat Ferrari met turbo's werkt. Tot voor kort wilde men er eigenlijk niet aan, maar om de druk van de emissie-eisen, laten we het maar even zo zeggen, zal er toch gegrepen moeten worden naar drukvulling. En dat doet Ferrari met deze. Het geluid is er niet minder om, dat kunnen we in ieder geval beloven. Het is wel zo dat de California T een iets softere Ferrari is dan die we eigenlijk allemaal kennen. Deze is bedoeld als instapmodel, is een wat groot woord, maar het komt er redelijk bij in de buurt. Als 911 concurrent, om het maar zo te zeggen. Bedoeld voor dagelijks gebruik en daarom ook wat minder hardcore dan de Enzo's onder de Ferrari. Het leuke van de California T is natuurlijk dat hij open is. Daaruit volgt dat hij natuurlijk ook dicht kan. En dat gebeurt vanzelfsprekend elektrisch. Dat kan ook niet anders bij een auto in deze prijsklasse. En dat gaan we u eventjes laten zien. Het leuke daarvan is, dat moet met draaiende motor. Dus ik zou zeggen, zet u eventjes het geluid wat harder. Want dan kunt u het beest horen. Op 21 augustus verschijnt de nieuwe Advocatie Personal Branding nieuwsbrief. Daarin mijn ervaringen met deze California T. Het zonnetje schijnt. Een betere auto dan dit kun je niet wensen voor dit weer. Ik ga ermee naar de Ardennen. En ik heb het idee dat ik een fantastisch weekend tegemoet ga.